De scouts trekken er samen op uit om de wereld om zich heen te ontdekken en meer leefbaar te maken. Hij of zij is eerlijk, vriendelijk, sober, spaarzaam en zo goed voor de natuur. Hij of zij respecteert zichzelf en anderen. Oké, nou, vanavond RTV Utrecht op bezoek. Noem mij het maar Besco. En dat staat voor behulpzaam. Dat bedoel ik. Je heet Ronald, maar hier heet je Besco. Ja. Waarom? Dat is gedaan dat de kinderen van jong tot oud... Dat die makkelijker naar je toe komen en gewoon je bij je een voornaam kunnen noemen. Anders dan je eigen voornaam. Mijn naam is Wico. En Wico komt... Ja, dat is eigenlijk de afkorting van Witte Cobra. En jij heet? Ik heet Rikki Tikki Tavi. Hoeveel? Rikki Tikki Tavi. Wat is dat? De boommarter. Uit de Jungle Book. En die heet Rikki Tikki Tavi? Ja. We gaan vanavond kampvuur doen. En we gaan met een groepje pionieren. Dat is met houten palen een werkje in elkaar vlechten met palen en touw. Hé, hey, de baas luistert toch niet. Wat is hier nou zo leuk dan? Pionier vind ik gewoon leuk omdat je hele leuke bouwwerken maakt. Ja? Of ja, waar je dan ook daar later in kan klimmen. Of ja. En bij scouting doe je echt gewoon allemaal verschillende dingen. Ja, het is niet geldt dat voor jou ook? Ja. Ja, het is niet bijvoorbeeld, je zit op voetbal. En je voetbalt? Ja, en je gaat elke keer voetballen. Ik begrijp ondertussen... Beter van jullie wat er allemaal zo leuk aan is. Ik geef het vuurtje kijken. Je begrijpt het half nog goed, zo niet. Oké, leg uit dan. Het is echt gewoon geweldig. En je doet zoveel verschillende dingen. Je ziet nu hier maar een paar kleine dingetjes ervan. Ja. Maar er zijn zoveel meer dingen, zoals koken. Het is hartstikke leuk met z'n allen gewoon gezellig boodschappen doen, een maaltijd koken en opeten. Maar ook bijvoorbeeld op kamp. Wat is nou leuker dan zelf een tent op kunnen zetten en je eigen keuken kunnen pionieren en zeggen, dit heb ik gemaakt, dit kan ik. Dus hier wordt het vuur gestookt. Hey, tikkie takkie takkie. Werkt dit ook in de regen? Ja, het kan ook in de regen. Er zijn speciale Maya sticks te koop. Een speciaal hout waar heel veel hars in zit. En... daar kun je zelfs vuur mee maken als het helemaal nat is. Nou, ik denk dat dat wel zou moeten, want dit werkt niet zo best. Ja, hij doet het. Terwijl Tikki Tavi nog bezig is om geheel vruchteloos dit aan te steken, kom jij erbij met je Maya-stick en jou, hoor, het brandt. Hoe lang duurt het nou voordat het een beetje... Over een minuut of 10 dan kun je heerlijk warmen bij het vuur. Ja, maar dan ga ik die 10 minuten even gebruiken om bij pionieren te gaan koekeloeren. Oké. Tot zo. Tot zo. Pak al je zorgen in je pleun, je zak en zing, zing, zing. Zolang je nog een stukje van de zon kunt zien, houd er de moed maar in. Het heeft geen zin. Zij moet dus sturen met de voeten dat hij opzij gaat. En ze moet vertrouwen in ons hebben dat ze niet valt. Ah, wat heeft dit nou voor nut? Ten eerste het krijgen van vertrouwen in elkaar. Ja. Want het is best eng als je hier staat. Ja. Zij moet dus volledig vertrouwen op de dat vier... Dat zij goed trekken aan die touwen. Ja. Ja. Hey, Wiki Tiki Tavi, dat ik jou weer tref. Hoi. Je hebt hem aan de loop gekregen, hè? Tuurlijk. Ja, jongens, we kunnen broodjes maken. Oh, dankjewel. Dankjewel, Wico. Witte Cobra. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, vind ik bijna net zo mooi als Wiki Tikki Tavi. En hoe weet je dan wanneer die gaar is? Hij kleurt vanzelf. Hey, is dit nou de kroon op jullie werk? Is een beetje geaard, een beetje gepioneerd? De echte kroon, dan maken we ook de broodjes nog zelf. Ja, maar dan de opkomst duurt sowieso dan een uur langer. En daar is nu eigenlijk de tijd een beetje te kort. Dus je hebt ze deze keer kant en klaar. Maar ja. Klopt het dat jullie een stukje grond hier, hè? Ja. Van Merhula. Weet je dat van een... van de Hula. Hè? Merhula. Merhula. We zitten in de paleistuin. En Juliana heeft ons dit stukje destijds geschonken. Ja. Koningin Juliana? Ja, om hier te mogen zitten. Oh, lekker! Warme chocomel. Oh! En de koningin zei gewoon, jongens van
Merhula. Hula. Merhula. Hier hebben jullie een stuk grond voor, van mij. Ja. En hebben jullie nog verdere banden met het Koninklijk Huis? Nou, wat leuk is, is dat koningin Maxima is beschermvrouw van Scout in Nederland. Dus het zit, blijft een beetje in de koninklijke familie, scouting. Hoor je het zingen van het vuur, in het geheimzinnig avontuur. Het zijn de vlammen die ons zeggen, wees verheugd en toon je vreugd. Ik moet zeggen, na zo'n dagje scouten, ik helemaal begrijp hoe leuk het is. Ik bedoel... Ben jij eens even stil? Mag ik de hele nacht blijven? Ja, je bent van harte welkom. Dan blijf ik de hele nacht hier bij... Merhula. Merhula? Helaas mag u niet meekijken, want er gaan nog hele spannende dingen gebeuren. Anders dan appels en peren groeien violen niet aan een boom. Ze worden gebouwd door mensen die dat heel goed kunnen. En hier is een vioolbouwer aan het werk die er een gouden handje van heeft. Welkom. Nou, hier gebeurt het. Zo'n beetje. Jongen, jongen. Hey, en behalve dat je hier de violen dag, hi, de violen bouwt, hè? Ja. Repareer je ook violen? Ja. Het overgrootste deel van de werkzaamheden is repareren van instrumenten die wij inkopen. Of nieuwe instrumenten die we dus dan afwerken volgens onze normen. Of instrumenten die van mensen zijn die een beter hebben gekocht of niet meer gebruiken en niet meer nodig hebben. De meeste violisten werken in wezen dus met een opknappertje. Ja, eigenlijk wel, ja. Toch? Ja. Zo'n viool gaat honderden jaren mee, hè? Ja. Zijn er dan ook... Kijk, een auto die wat langer meegaat moet nieuwe banden krijgen. Ja. Heeft een viool ook dat soort dingen? Ja, de snaren die gaan achteruit omdat ze altijd op spanning zijn. De kam trekt wel eens krom in de loop van de tijd. En door het spelen ontstaan er groeven in de toets. He, ja, wat is die, de toets? De toets is dit zwarte. Ja. Daar druk je de snaren op. Die snaren trillen een klein beetje. Dus ze graven zich eigenlijk in de toets in de loop van de tijd. En dan gaat die rammelen als je speelt. En dan moet je dus een nieuwe toets hebben. Nou, je kan hem een paar keer afschaven. Haal een heel dun laagje eraf en dan is die weer mooi glad. Maar ja, op een gegeven moment is die zo dun geworden dat die vervangen moet worden. Ja, ja. Maar dan ben je wel 30, 40 jaar verder. Oh, en heeft een viool ook een uiterste houdbaarheiddatum? Dat je kan zeggen van nou, na 500 jaar heeft hij het echt gehad. Nou, na 500 jaar zijn ze nog niet op, dus we weten het niet. Je weet het niet? Want violen die in de 15e eeuw zijn gebouwd, die werken nog. Hm? Maar werken die nog mooi? Ja, klinken zeker. Die nog heel mooi? Ja. Is het met violen dan net als met wijn? Hoe ouder ze worden... Hoe rijker ze gaan smaken. Is dat ook met de klank van violen zo? Deels. Wijn kan je laten liggen en dan wordt het vanzelf lekker. Mm. Violen moet je bespelen. Echt waar? Waarom? Ja. Omdat door de trillingen, door het spelen... verandert een klein beetje de moleculaire structuur van het hout. Ah, dus als je niets bespeelt, 500 jaar lang... dan krijg je een luie, lelijke viool. Dan gaat zijn klank achteruit. Dus je moet een viool eigenlijk net als een menselijk lichaam goed trainen? Ja. Wat grappig, zeg. Ja. Dan zie ik ondertussen hier de, ja, ik zou zeggen de basisingrediënten van een viool. Mm-hmm. Dit is het bovenblad van vurenhout. Ja. En dit is het achterblad, dat is esdoorn. Ja, maar nou denk ik dan, ja. Wat een simpel hout, vurenhout. Ja. Kan niet veel beter een hele mooie hardhout eiken nemen of zo? Ja, nou juist niet. Oh. Vurenhout, dat kom je sowieso tegen bij alle snaarinstrumenten. Oh. Gitaren, mandoline, luiten, maar ook piano's. Ja.
En dat komt omdat het hout, vurenhout aan de ene kant sterk genoeg is om de constructie van de viool in elkaar te houden. Hè, ja. Dat die niet in elkaar stort door de spanning van de snaren. Maar aan de andere kant is die zacht genoeg om de klank doorheen te laten gaan. Ja, ja. Als die te hard is, dan gebeurt er niks, dus dan beweegt hij niet. Dus dat tropische hardhout, ja. Wat hartstikke duur is, ja. Heb je in de vioolbouw helemaal niks aan. Nee. Wat is nou het lastigste om een viool heel mooi van klank te krijgen? Nou, wat de klank bepalend is, is hoe dik de bladen worden. Ja. Hè? Kijk, dit is nu uitgehold. Ja. Eerst was die plat. En hiermee maak je de klank. Er is wel over nagedacht over zo'n violen. Is de, als je nou de piano neemt, dan zie je dat de piano in de loop van honderden jaren veranderd is. En zoals pianobouwers zeggen, eigenlijk ook wel een beetje verbeterd. Is dat met violen ook zo? Nou, kijk eens. Deze is helemaal af, maar moet nog gelakt worden. Ja. Nou, dit is de toets. Ja. Vroeger was het een stuk korter. Ja. Maar dat kwam omdat we niet heel hoog gingen spelen, hele hoge noten. Ja. Dat deden we niet aan. Op een gegeven moment wouden componisten steeds hoger gaan. Ja. En muzici ook. Daar laat je ook wel zien dat je wat kan. Als je wat kan. Precies. Ja. Precies. Nou, en toen is de toets langer geworden. Ja. Is het belangrijk voor een vioolbouwer dat hij zelf ook een aardig mopje spelen kan? Dat helpt wel, ja. Ja. En als je instrumenten alleen bouwt, nou ja, je kan hem pas spelen als die af is. En dan is het goed of niet goed. Maar het helpt wel met het gevoel met muziek te hebben. En de perceptie van klank en wat wil je en wat voelt lekker. Hoe dik maak je de hals en zo. Dat is makkelijker als je er goed mee in aanraking komt. Ja. Tot slot, ik zit nou heel intensief naar dit prachtige viooltje te kijken. Ja. En ben ik nou een seksist als ik zeg dat de uitvinder van de viool eerst de vrouw in de blote kont had gezien en toen de viool uitvond? Nee, dat kan je wel denken, ja. Maar de vorm van een viool is puur functioneel. Ja, maar dat is de essentie van een vrouw ook, ze is puur functioneel. Dank je wel. Niet de schoentjes natuurlijk, maar dit zijn stoere houthakkerschoenen. En die trek ik aan omdat ik zometeen onderwezen ga worden in het vak van houthakker. En waarom deze schoenen? Hier zit metaal in, zodat als ik met die bijl zo doe, ik mijn tenen niet afhak. Behalve dat ik natuurlijk passende schoenen aantrek, even mijn buik inhouden, hoort daar ook een houthakkersblouse bij. En hi. Dag Henk. Jij bent houthakker en zesvoudig Nederlands kampioen houthakker. Houthakken, ja, klopt, ja. Nou, moet ik het je vragen, is dat gevaarlijk? Want ik zie hier zo'n groot litteken. Is dat een houthakkerslitteken? Ja, dat is wel een houthakkersongeluk, ja. Ja, 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 ja. En vloog toen de scherpe kant van deze bijl zo je gezicht nee, in? Nee, het is met de zaag gebeurd. Oh. Met de kettingzaag gebeurd, ja. Dus ja. Eigenlijk een beetje een Jason-achtig ja, ongeluk. Ja, het is wel een oorlogsslachtoffer. Ik kan het zeggen. Ja. Nee, maar het staat stoer voor een houthakker. Ja. Nou, denk ik altijd bij houthakkers aan zulke bomen van kerels. En jij bent een vrij tengere man. Mager, met grote spierballen, dat wel. Is houthakken techniek? Ja, ik denk het wel. Wel gedeeltelijk, ja. Maar de wedstrijd is volledig techniek. Dus is houthakken eigenlijk het enige krachtinspannende gedeelte van de wedstrijden. Ik zat naar deze bijl te dat kijken. Dat is het, hè? Om er even uitzien te krijgen. Dan heb ik thuis ook een bijl. Is dit een speciale houthakkersbijl? Dit is echt een speciale houthakkersbijl. Die komt uit Canada. Ja. Dus die heb ik een keer gewonnen. Als prijs. En, ook een lullig prijsje. Nou, ja. Oh ja. Ik was er heel blij mee. Een bijl? Wat dat een ding kostte? 2 tientjes? Ja, nee, deze kost wel 500 euro. 500 euro. Ja, ja, ja. Deze komt dan uit, zo speciaal aan? Ja, dit is een speciaal soort metaal. Ja. En hij is speciaal geslepen voor het hout, voor de houtsoort waar je mee hakt. In Canada hakken ze veel meer wedstrijden. En hebben ze voor iedere houtsoort is de bijl anders geslepen. Je hebt een beukenbijl en een eikenbijl. En, wat grappig. Ja. Nou, meestal wordt het met populieren of met fijnsparren gehakt. Dit zijn fijnsparren. Ja. Maar dan ligt er ook nog aan hoe droog het hout is.
En voor alles heb je een andere baan. Ja, eigenlijk net als golfers. Die kijken dan zo even. Die kijken waar die ligt en nou, die heb ik nodig. Ja. Hey, wil jij eens laten zien? Ja, we gaan hakken. Hoe je moet hakken. Zo'n stammetje is, centimeter of 30, 35 dik. Ja, 15, 20 seconden, 30 seconden. Het is een beetje afhankelijk. Maar. Of hoe droog het hout is, of ook hoe dat, nat het hout is. En of je een paar keer mislaat. Ja, ja. Of mislaat. Je moet proberen om het netjes in een V tot in het midden te krijgen. Ja, en dan? Want als je er recht op gehakt, kom je er nooit door. Ja. Dus je hakt allemaal V'tjes erin. Oké. Okay. Ja. Ik moet even, ik zeg ja als je op een mooi moment staat. 58, 59, ja! Doet, doet, mooi, mooi, hakken en zagen. Zagen en hakken, hoor je die bees? Ik voel me wappie, bij de klappie. Dat is lekker vreed, man, ben jij op de bees? 33 seconden op de kop af. Kan beter, man. Dat kan beter. En dan ga je erachter zeggen en dat moet jij dan even voordoen. Dat moet jij even voordoen, ja. Nou, tel jij even af. Kijk er echt goed naar uit, hè? Ja. Ja, ik ben heel onhandig. Oh, goed vasthouden, Henk, want... Okay. Hou hem zo vast, of hou hem zo vast. Wat is de bedoeling? Zo maak je een hardere slag, maar je moet ook niet te hard slaan, want dan sla je hem vast en dan... Ja, ja. Dat is de kunst, Henk. Ja, jij hebt ervoor geleerd. Ik doe dit voor de eerste keer dat ik zo'n echt een mooi gevormde houthakkersbijl in mijn handen heb. Nou, dan die. Mooi hakken en zagen, zagen en hakken. Gaat lekker zo. En nou zie je toppie, geen hard op mijn koppie. Hakken en zagen. Wat een geluid. Ja, het is wel gevoel, want je slaat wel precies iedere keer op dezelfde plek. Nou, vind je? Ja, dat vind ik wel. Ja, ik heb er echt gevoel voor, dat denk je en alles. Nou krijg ik hem er zowat niet meer uit. Tikkie op de steel even boven. Tikkie op de steel. Ja, dat hij dat nou niet gelijk kunnen zeggen. Ja. Hey, hoe ben jij erbij gekomen om houthakker te willen worden? Ja, nou ja, onze buren van vroeger hadden een bosexploitatiebedrijf. En die hadden vrachtauto's en alles, dus toen ben ik zo zachtjes aan een keer mee en ben ik er gewoon verslaafd van geraakt eigenlijk aan het, het bosleven. Jij bent een bomenjunk. Ik ben echt een bomenjunk, ja. Ja. En de machine is ook wel een beetje, ik vind dat gewoon mooi werk. Dus je bent er als het ware ingegroeid? Ja, een beetje ingegroeid, een beetje uitstervend vak en dat is toch wel redelijk dan uniek, hè. Is de ene boom, hè, leuker hakken dan de andere boom? Ja. Was nou een als een goede zware beuk heb of zo, ja. Die dreunt zo mooi als die valt. Ja, dat is toch wel een beetje de kick van, hey. Ja, ja. Ja, en wat zijn nou lullige valbomen? Ja, dunnetjes, hè. Ja, dat geeft geen Dat geeft geen klap, hè. Ja. Ik moet zeggen dat ik het ontzettend leuk gevonden heb om met jouw bijl te hebben mogen hakken. En dat ik talentloos ben, is logisch, want dat is iedereen naast de zesvoudig Nederlands kampioen. Ja. Dat was me een waar genoegen. Lage Vuurs is een bos, maar je weet maar nooit. In zo'n bos kun je verdwalen. Er kan, je weet maar nooit, een kleine tsunami plaatsvinden. Kortom, je kunt verloren raken. En dan kun je gevonden worden door speciale reddingshonden. Rescue dogs zijn dat. En zij weet daar meer van. Hi, ik ben Henk. Hi. Hallo, Bert Inko. Hi. Rescue Dog Center heet het officieel, hè? Ja, klopt, ja. En wie redden jullie dan? Wij proberen mensen te redden die zoek geraakt zijn. En voornamelijk doen we dat in aardbevinggebieden. Maar we doen hier in Nederland ook wel in vlakte dat soort dingen. En nou... hoef je natuurlijk om bijvoorbeeld een mens te vinden, niet altijd naar een rampgebied. Want hier kan ook iemand verloren raken, een kind kan verdwalen in een bos. Worden jullie dan te hulp geroepen? Ja, als er vermissingen zijn in deze regio, dan worden wij ook geroepen om in feite mee te helpen met zoeken. Kunnen we even kijken naar een training? Ja, misschien. En wat voor training wordt dat dan? Dat wordt dan een vlaktetraining, uiteraard. Wat is een vlaktetraining? Een vlaktetraining. Die Lage Vuurs heet. Ja, dat is in een bosgebied, een heidegebied of bij een strand. Maar in ieder geval op een stuk terrein. Niet waar gebouwen zijn. En dan gaan wij ons verstoppen. Ja. En dan is het leuk, denk ik, om een van de honden te vragen of die willen gaan. Ja, jij weet de verstopplaats. Ja? Okay.
Nou. Valt niet mee, hè? Verstoppertje spelen met honden. Dat kan je wel zeggen, ja. Er zijn twee mensen vermist in het bos. De windrichting. Ingrid, zou jij die willen bepalen? Gaat goed, Henk? Ja, het is, je moet geen last van claustrofobie hebben hier. En die slang daar links van me, hoort die hier ook? Misschien wel, ja. Een bosslangetje misschien. Nou, ik zit gewoon natuur te bestuderen. Ik weet wel dat ik een keer slachtoffer lag. Dat was wel leuk. En toen stond de wind naar mij toe, zal ik maar zeggen. Dus mijn geur werd naar een andere kant toe verspreid, naar achteren. En voor mij stond echt letterlijk voor me zo'n hert. Dat was echt fantastisch gewoon. Ik had echt zoiets van, wauw, dat kan niet waar zijn. En die had mij dus niet geroken. Lag ik ook een beetje in zo'n kuiltje. Hebben die honden dan niet de neiging als ze onderweg een hert tegenkomen te denken van nou... Nee, dat mag niet. Hè. Leren ze ook dat ze niet mogen jagen. Oh. Dus zodra ze dat gaan doen, dan hebben we daar weer specifieke oefeningen voor dat ze dat niet, uiteindelijk niet zullen doen. Ja. Maar ze krijgen wel altijd een beloning. Dus je leert ze ook eigenlijk in feite op een speeltje reageren. En dat speeltje wordt hun beloning. Yes! Oeh! Zij moet nog gaan blaffen. Dat is toch goed, dan springt hij tegen die baas op en moet hij eigenlijk blaffen. Maar juist nou gaat hij blaffen. Ja, het is hem... Het is hem gelukt. He. Ik zou je vertellen, ik heb op mijn hele lijf kriebel. Ja, zal ik even nakijken of je heb niet... Heb jij dat of je geen teken hebt? Wat teken? Teken, en dat zeg je nou. Ja, moet je wel even nakijken. Zo, kijk eens. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het is toch... Je kan lang praten, je kan kort lullen, maar het is toch razend knap. Wat die honden met hun neus doen. Toch? Ja, ik ben er al. Okay. We gingen hier 11 minuten geleden liggen. We hebben wel een goed gesprek gehad trouwens. Ja. Moest er bij een gesprek blijven, maar ja, die hond was er ook zo snel bij. Het is, ik heb grote bewondering voor jullie. Hey, het gaat je goed. Hetzelfde. Doei! Voorzichtig, loop voorzichtig. Ik zal wel moeten.